Dit jaar hebben we meteen een video van de presentatie gemaakt zodat die later online beschikbaar gemaakt kan worden. Ze speelt dus gewoon af voor de mensen die aanwezig zijn tijdens de lesdag. Geldt dat je gewoon je hand opsteekt als je een vraag hebt, dan wordt de video gepauzeerd. De online bezoekers kunnen hun vragen in de opmerkingen bij de video plaatsen. Bij deze scholing ligt de focus op de automotieve industrie. Omdat deze training voor onze dealers bedoeld is, zijn op de vrije online versie bepaalde zaken weggelaten. Als je een dealer van Eberka bent, dan kan je de missende informatie opvragen via sales@eberka.be, een kort overzicht van wat we allemaal gaan bespreken. Voor sommigen onder jullie is Victron goed gekend, maar MG nog niet helemaal, dus we gaan eens kijken wat het juist is en wanneer het een nuttige toevoeging is aan een Victron-systeem. Vervolgens zien we een voorbeeldsysteem, wet en principeschema. We bespreken wat het prijsverschil is. Kort overlopen we hoe de programmatie verloopt. Er worden een paar nuttige links voor dealers getoond en tot slot tonen we een paar visuele impressies ter afsluiting. Eerst, wanneer is de toevoeging van een MG Energy systeem een nuttige toevoeging aan ons reeds bekende Victron pakket? MG is een Nederlands bedrijf dat hoofdzakelijk premium, professionele batterijsystemen ontwikkelt. Ze zijn begonnen in de marinesector en worden nu ook in de automotieve industrie gebruikt. Wij raden vooral MG aan voor projecten waar de volgende punten van toepassing zijn. Het is mogelijk om hoge vermogens in en uit de batterij te halen, doordat je praktisch ongelimiteerd batterijen kan toevoegen. Wordt het ook gebruikt bij systemen waar je veel opslagcapaciteit nodig hebt. Je kan centraal alle gegevens van elke batterij in het systeem raadplegen, dus het wordt ook gebruikt voor projecten waar diagnose op afstand belangrijk is, bijvoorbeeld een vuurtoren op een eiland enzovoort. Bij Victron zijn we tot vandaag gelimiteerd tot 48 volt, bij MG kan je tot 900 volt gaan. Dat maakt het ook bruikbaar in elektrische kranen enzovoort. Bij Victron kan je maar één batterijbank per systeem hebben. Bij MG kan je er meerdere hebben, waardoor je in het geval van het falen van één batterijbank verder kan werken op de backup batterijbank. Deze redundantie is nodig volgens bepaalde normen voor kritische systemen. De MG Master LV, die je hier op de muur geïnstalleerd ziet, bevat verschillende functies in één behuizing. Namelijk een BMS, batterijmonitor, een zekeringhouder voor balancering en voor laden en een vonkarme contactor. Door al die functionaliteit samen te hebben, geniet je bij MG van een zeer eenvoudige plug-and-play-installatie, waardoor je minder werkuren in de installatie steekt. MG kiest ervoor om hun producten in hun productiehuis in Nederland te assembleren. Dat maakt het voor bepaalde aanbestedingen mogelijk om MG te mogen leveren. Ook voor het laden met grote vermogens komt MG met een oplossing. Het nieuwe product, de AFC300, is een alternatorregelaar die bedoeld is voor het gebruik van een secundaire alternator, zoals bijvoorbeeld Balmar. Vergeet de CDC-laders, zoals een Orion of BuckBoost bij de nood, aan grotere vermogens. Hiermee kan je tot 300 ampère laden en tot 48 volt. We zullen dit meteen eens bekijken in een voorbeeldsysteem. We gaan een voorbeeldgeval zien voor een Iveco Daily overlandvoertuig. Maar in praktijk zou je dit systeem eerder in een werkvoertuig zien, zoals bijvoorbeeld een mobiel raamwasbedrijf dat dagelijks grote hoeveelheden water moet opwarmen. Het systeem is schaalbaar om het groter of kleiner te maken. Hier zie je een overzicht van de ingangen en uitgangen van de Master LV. Ziezo het voorbeeldschema. Hier zie je hoe MG en Victron apparatuur hand in hand samenwerken in hetzelfde systeem. Dit is mogelijk door de nauwe samenwerking van de ingenieurs in beide bedrijven. Onze dealers krijgen een kopie van dit schema in PDF-formaat. Natuurlijk zijn al deze premium-eigenschappen niet gratis, dus we gaan even kijken naar wat de meerprijs hiervoor is. De actuele prijzen zijn online beschikbaar, maar bij het maken van deze presentatie was de meerprijs ongeveer 19% per wattuur aan batterijcapaciteit. Vervolgens programmatie. Hier zie je de programmeerinterface die connecteert via CAN-bus. Als je gewend bent van Victron-apparatuur in te stellen, dan zal je het programmeren van de MG-apparatuur meteen onder de knie hebben. Hier zie je wat de benodigdheden zijn. Nog een paar nuttige links die je gaat kunnen gebruiken bij het maken van je offertes van MG-systemen. De prijslijst, de kennisdatabank en het Dealer Download Center.
Als je EBRK-dealer bent of je zou graag dealer worden, dan kan je ons contacteren via sales@ebrka.be om een offerte voor dealers aan te vragen. Om af te sluiten nog een paar visuele impressies. Links zie je een 96 volt batterijsysteem voor het voeden van een elektromotor. In het midden zie je hetzelfde, maar dan met een master voor hoogspanning. Rechtsboven zie je hoe de metalen behuizing van de batterijen geaard moet worden. De LFP-batterijen mogen alleen rechtop geïnstalleerd worden. Bedankt voor uw aandacht. Durf je vragen te stellen. Voor systeemontwerp op maat kunt u als dealer rechtstreeks contact met mij opnemen. Gebruik voor vragen en informatie het e-mailadres sales@ebrka.be. Gebruik voor directe bestellingen orders @ebrka.be. Volg ons op LinkedIn. Onze website is nog steeds www.ebrka.be.